Dat gewoon als de, als de trein binnenkomt, dat er dan iemand staat die dan uh, zo de trein groet die binnenkomt. En er staat een man die dan precies zo met zijn horloge nog staat te timen of die op tijd weggaat. Terwijl, weet je, in Nederland word je gewoon in je gezicht gespuugd als je aankomt bij de NS. <laughs> het, het, zijn, het is yeah. zo'n groot verschil. Hollan. Ja, yes, we gaan weer een verse pauw praten. hier speciaal voor jou en voor jou alleen met Jacco Peken, Ron Forstermans en Martin van Dat ben ik. En uh, deze week hebben we natuurlijk alle avonturen van uh, Jacco in Japan. Gaan we het hebben over uh, misschien wel een leak van Sony? Want er schijnt iets gehackt te zijn, maar misschien ook weer niet. En misschien als dit wordt uitgezonden, weer, weer wel of misschien toch weer niet. Uh, er komen nog een Berg-Games aan. Er zijn net weer een Berg-Games uitgekomen. Dus genoeg om over te praten. Maar voor nu: eerst het hoogtepunt van Jaco. En het kan er maar eentje zijn. Als je iets anders pakt. Ja, we, ben ik heel erg teleurgesteld. Ja, ik ben naar Japan geweest, jongens, en het was fantastisch. Maar ik weet niet, ah, jee, gelukkig, ik kan toch jee. niet één hoogtepuntje eruit kiezen. Ik kan, nee, tuurlijk nee, niet. We, 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 we willen alles. alles weten. Ik heb alles te volgen op Instagram en zo. En de ja, pak dat vond ik wel heel dood. Uh... Dus, uh, je, je had gewoon een cameraman <laughs> meegenomen, <laughs> ja. die alles voor je hebt vastgelegd. <laughs> Klopt, uh, ja. dus het, uh, het was echt perfect te volgen, allemaal. Ja. ja. Nou ja, een vriend van mij wilde heel graag mooie Instagram-content. Dus ik moest heel vaak posten voor het licht en zo. Dus heeft hij ook veel mij gefotografeerd en zo. Uh, nee, hij was doop, man. Uh, we hebben, ik ben drie weken weg geweest. En uh, we zijn begonnen in Kyoto en geëindigd in Tokio. En tussendoor hebben we uitstapjes gemaakt. En uh, ja, in Kyoto en Tokio zijn we het langsgebleven. En. Uh, Elke dag was een hoogtepunt, man. Ik was ook echt dood na elke dag. We hebben bij elkaar meer dan 200 kilometer gelopen. Uh, het was bloedheet, de luchtvochtigheid was hoog, uh, maar de natuur was prachtig. De steden overweldigend, uh, de, de nerd shit was overal. Het is echt allemaal één groot uh, spils gedoe. Het is, het is zo speels. Allemaal kleine geluidjes van vogeltjes. Of als het als stoplicht op groen gaat, hoor je piep, 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 poep, Dat soort dingen. Uh, en tegelijkertijd is het heel georganiseerd. Dat gewoon als de, als de trein binnenkomt, dat er dan iemand staat die dan uh, zo de trein groet die binnenkomt. En er staat een man die dan precies zo met zijn horloge nog staat te timen of die op tijd weggaat. Terwijl, weet je, in Nederland word je gewoon in je gezicht gespuugd als je aankomt bij de NS. <laughs> het, het, zijn, het is yeah. zo'n groot verschil. Holland. Ja, en um, pff, ja. Lijkt, misschien moet ik beginnen met gewoon de, uh, de iets meer relevante dingen. Ik heb, ik kun, ben, kun je uh, beginnen met mij uitleggen hoe jouw trip eruit zag qua verdeling van waar je bent geweest? Ben je met de bullet train naar Kyoto gegaan en zo? Hoe, ja. hoe zat het? Oké, okay, ik ben. Uh, we zijn naar uh, gevlogen op uh, Osaka. Toen zijn we begonnen in Kyoto. Uh, Kyoto verkent natuur. Toen zijn we naar Nara gegaan. Dat is dat hmm. dorpje met al die hertjes. En die hertjes die uh, kun je koekjes geven en als je zo'n koekje geeft, dan hebben ze geleerd dat ze je zo groeten. Dus letterlijk als je dat beest een koekje geeft, dan eet hij hem op en dan doet hij zo, dan groet hij naar je en dan kun je gewoon teruggroeten. Dat is echt ontzettend sick. Was echt een soort van fantasie sprookje in een bos met tempels en zo. Um, toen zijn we volgens mij naar een eiland gegaan, Miyajima. Daar hadden we echt een ontzettend traditionele kamer. Daar zat je echt op de grond zeg maar en dan kwamen ze het eten opdienen. Uh, en vertellen wat het was en zo. Um, en toen zijn we naar Osaka gegaan. Nou ja, daar hebben we stad verkend. Uh, Universal gedaan. Super Nintendo World. Um, toen zijn ja, maar we ho, naar kus... ho, ho, ho. Ja, ja niet te snel over Super Nintendo World. Ja, ja. ik wilde nog even uitleggen waarom ik ben geweest. Toen naar de ja, kust okay. en toen naar Tokyo. Dat was het. Ja. ja, Super Nintendo World. Het is mooi, man. Het is bijna echt. Ik was echt zo blij toen ik er was. <laughs> ja, het is niet echt, maar het leek wel heel erg, echt. We hadden zo'n fast pass en dat is echt een mm. dikke tip, want daar kun je overal gewoon instant naar binnen. Je krijgt een lijst met tijden waarbij staat: oké, okay, je kan zo laten hier naar binnen. En voor Nintendo World moet je dat praktisch doen, anders kom je gewoon niet binnen en kun je ook niet in een attractie. Um, dus ja, je loopt daardoor in zo'n pipe en dan zie je eigenlijk zo dat grote, dat level opdoemen, wat helemaal zo omhoog gaat met die vlag en allemaal Goomba's en blokken en muntjes die er zo rond gaan. Um, en wat ik niet wist is, je hebt die Mario Kart attractie, die mm. ook heel vet is. Je gaat daar door Bowser's Castle en de, die gangen zijn echt al een experience met alle cups en zo'n groot Bowser-beeld en daar hangen pakken. Uh, dat was wel grappig, dat was een soort van AR-attractie. Dan moest je zo kijken en shells schieten en je had ook um, dat je af en toe moest sturen naar links en naar rechts, maar het was, was wel allemaal on-rails. Um, dus die vond ik wel cool, maar uh, de leukste was eigenlijk Yoshi's Adventure, want dan mag je in dat level, dus dan ga je in een Yoshi zitten en dan word je eigenlijk zo rondgereden langs al die Goombas daar helemaal boven en dan heb je echt het beste uitzicht op het uh, hele gedeelte van het park. Heb uh, je ook die minigame gedaan die overkoepelende metagame, zeg maar, waarbij je naar drie plekken moet en daarna naar Bowser? Ja, met die bandjes bedoel je die munten ja. verzamelen. Ja. Nou, ja, die armband was volgens mij 35 euro en ja. ik vond hem lelijk en ik dacht ik ga hem <laughs> nooit meer dragen. Laat ik maar gewoon merchandise kopen. Ja, ik hoorde van mensen dat alleen dat die ontknoping met Bowser leuk is. Dus Oké, okay, ja. Ja, maar die moet je dan ook maar net kunnen vinden, toch? Want die zit ergens verborgen. En dan moet je Is dat al die... zo? Ja, die, weet ik die moet je dan... Ja. Ja, volgens mij moet je dan al die uh, speciale blokken halen... en dan kan je naar een speciale deur ja. waar dan Bowser achter zit. Dat ja, gaat, die, ja, die blokken heb ik wel gevonden. Ja, daar kon je zo tegenslaan en dan gaat ze licht. Uh, maar het was prachtig, man. Alles in Universal was prachtig. Echt, ik was nog nooit in zo'n park geweest... en dat was echt super indrukwekkend. Um, dus daar ben ik geweest. Ik ben in de Nintendo Store geweest, in Osaka. Dat was ook heel cool, alles heel veel. Uh, natuurlijk het Pokémon Center, drie keer... Daar heb ik, denk ik, 12 plusjes gekocht en een hele hoop uh, merchandise. Maar heb je de Piemel Pokémon? Nee, die was er niet. Die was er niet. Ja, helaas. Hm. Ik heb hem gezien maar... in een van die grijpautomaten waar ik ook heel veel geld op ingegooid Maar je wint nooit wat. Uh, dus dat was de enige waar ik hem heb gezien. Hm. Maar, maar ook. Is dat anders? Want dat is geen Disney Sea, toch? Of uh, uh, 21st Century Fox Sea, bedoel ik. Uh, wat bedoel je? De, de Disney Sea is iets anders, toch? Disney Sea. Ja, daar, we zouden naar Disney Sea gaan, maar ik heb ongelukkaartjes kaartjes voor Disneyland gekocht. Want dit is een ander pretpark, toch? Ja, het is een ander pretpark. Ja, Universal Studios is in Osaka en uh, Disneyland is in Tokyo. Oké. Okay. Um, ja. Heb je ook nog Disney Sea? Ja, daar ben ik ja. geweest. Met twee mensen die er geen reet aan vonden voordat we er überhaupt doorheen gingen. Die al echt zoiets moeten we hier naar heen? Maar ik wilde heel echt? graag naar Disney Sea, omdat het het mooiste pretpark ter wereld is. Maar daar ja. heb je dus ook die fastpassers voor attracties, dat je Maar je wat is het verschil dan schrijven. tussen Disneyland en Disney Sea? Dat is helemaal zee uh, thema. Oh. En je ja. hebt een grote vulkaan, en je hebt de Indiana Jones attractie. Wat nog altijd de ziekste attractie is waar ik ooit in geweest ben, overigens. En een Iets meer ride. voor volwassenen, zeiden ze ook, dan Disneyland. Ja, en, ja, 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 je hebt er een Tower of Terror, je hebt er een, uh, de Indiana Jones attractie, yeah. uh, twee onderwater attracties, je kunt er overal cocktails drinken. Maar ja. De, ja. Dat ah, was wel tof. Disneyland was ook leuk. Ik ben naar Ballant bezig geweest, dat was ook de sixth attractie die ik ooit heb gezien. Die was net nieuw, was echt gewoon ook net echt. Sloeg helemaal nergens op. En uh, Winnie de Pool was ook grappig. Dus Disneyland was leuk. Wel bloedheet. Ik ben echt helemaal kapot gebrand er in de zon. Doeg. Um, maar ja, de Pokémon Store was ook sick, man. Holy shit. Ik heb daar. Ik ben gewoon eerst 20 minuten al lang rond gaan lopen. Gewoon omdat ik niet wist wat ik moest doen. En toen ben ik Pokémon Center, dingen... Voor de duidelijkheid, toch? Center. Ja, center. Ja, ja, ja. ja okay. En ben ik maar gewoon dingen. In mijn winkelmandje gaan gooien. En toen in Osaka weer. En in Tokio weer. Want daar hadden ze dus nog veel meer. Die in Tokio staat bekend omdat ze het meeste aanbod hebben. Je hebt er vier in Tokio? Ja, vier. ja, Maar je hebt een Deluxe. Een, een DX. Ja, een mega store, Klopt. Ja, 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 Dus daar zijn we ook geweest. Ben je bij die Mewtwo? Ja, sorry. Ik ga je, ik trek je oren Nee, op, het was op. niet bij me. Nee, je, het was een die, andere. Ja, die is echt gruwelijk. Een maat van mij was tegelijkertijd met jou in Tokio. En die heb ik daar oh. echt heen, heen genavigeerd. <laughs> en naar de beste ramen. Sick man, ja. Nou, er staat zo'n hele grote Mewtwo staat daar in ja, zo'n ja. container. zit Dat is echt heel vet. Maar oké, okay, ja, cool. Maar ja. heb je iets gekocht ook dus? Ja, ja heel veel. <laughs> <laughs> ja, ik, ben gewoon, ja ik, ben gewoon, ik dacht, jongen, ik, ik heb nu geld en tijd en ik ben hier. En dan gooi ik het gewoon in mijn winkelmandje ook. Uh, was wel echt een verproppen aan groot het einde. Je moet gelijk, Jacco. Je hebt geïnvesteerd in, ja, in jezelf. Ja. En ik had ja. nog wat mensen wat beloofd om mee te nemen voor mijn broertje en zo. Dus die heb ik ook gelijk uh, gehaald. Uh, maar het is echt cool. Ze draaien daar het Pokémon Center muziekje. En ze hebben in Tokio, waar ik was, ze hebben ze dus een hele stellage met alle games. Met de originele hoesjes. En dan nog screenshots eruit en uh, video's. Uh, dus dat was echt heel vet. En die DLC kwam dus uit toen ik daar was. Dus daar, waren ze, daar liepen ze met bordjes rond van... ...hé, hey, de DLC is er. En ze hadden knuffels die, die daar waren. Um, dus die heb ik daar ook gespeeld. En dat was ook een soort van oud-Japans-Tokyo-thema. Dus dat kwam best wel goed uit. Um, ja, was vet, man. Ik ben Akihabara natuurlijk geweest. wilde Zijn ik net we... vragen, ben je ja, 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 Zeker, ja. Maar overweldigend, man. Ik wist echt... Ja. Niet waar we allemaal in moesten. En de eerste keer was het s avonds dus heel veel dingen gingen al dicht. Uh, toen zijn we nog een keer terug geweest... en toen hebben we uh, een aantal van de beste retro gamewinkels opgezocht. We waren in Beep en iets met een potato, nog wat. Ja. Uh, die, ja. Ik weet precies uh, wat het zijn. Yeah. Daar hadden ze heel veel. Dus ik heb daar nog Super Mario World meegenomen voor de GBA. Dat was mijn eerste eigen game, praktisch. Uh, uh, ik vind die doosjes heel mooi, die zijn heel plat. Ja. Maar ja, die yen daar, die staat zo laag dat het allemaal best wel goedkoop is. Is, is dat echt... zo? Hoe hoog staat de yen? Tegen de dollar weet ik dat die gebounced is. Nee, dat is niet waar. Hij is aan het dalen. Dollar is Hij dus is echt weg. sick aan het dalen. Volgens mij ja. 10.000 yen was iets van 65 euro. En een, zeg maar een metrokaartje kost 200. Wow, wat? Ja. Is dat ja. echt zo? Ja. Wow, dat ja, scheelt ja. gewoon 40 euro met dat ik er was. Ja, denk ja ik. echt insane. Die vriend van mij ook, die zei ook... Van, oh nee, sorry, dat leg ik, ik fout denk. uit. Ik weet dat, dat toen ik er was, was 20.000 yen 250 euro. Volgens mij, als ik het goed heb. Of zoiets, 220. Ja, dus nee, dat voor is, jou is veel dat minder. Veel minder. Veel minder, ja. Wow, eh, dus dat, wel. dat is... Nou, we gaan rond, let's go. <laughs> zeg maar, go. dat is wel echt een heel groot verschil, gast. Dat scheelt uh, echt heel veel. Ja, maar weet je wat het probleem is? Dan ga je nog meer geld uitgeven. Dus ik ja, stond kijk, daar in Akkie-Abade. Ik goed, 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 dronken daar. <laughs> ja, dat wil ik niet zeggen. Ben je uit geweest, Jacco? Uh, nou, we hebben wel één avond voor zakken je... gedronken. Maar ik ben niet ha. echt uit geweest. Echt waar? Nee. Heb je er maar één avond gedronken, zelfs? Ja, maar ik, ik, okay. ben, ik ben redelijk actief op vakantie. En ik, ja, oké. Okay, yeah. De clubs daar hard. zijn zo vet, jongen. Net zo vet als ja, die winkels ja. daar zijn, oh, zijn die shit. clubs ook insane. We ja, ben is een club ook. daar geweest. Dan werd je opge opgehaald in Shibuya met een bus. Dan denk je: oké, okay, we gaan nu naar een slachthuis. ga je <laughs> een of andere brug over naar een industrieterrein... Waar echt een insane club staat. Voor meerdere verdiepingen met meerdere. Uh, uh, je hebt een hip-hop-area, een techno-area. Je hebt een uh, pool-party-area. En iedereen. Is daar ook in zijn eigen thema. Dus als, je, als mensen daarheen gaan voor de hip-hop-area, zijn ze ook helemaal uh, in de hip-hop-kledij, ja, zeg maar. Maar Japaners geven geen fuck, man. Ook in die pretparken ze Vet, gaan echt he? helemaal los met outfits ja, en zo. Uit. Maar iedereen ja. is zo respectvol. Dus dan loopt hmm. er ongeluk ja. iemand tegen je aan en uh, allemaal, allemaal excuses en alles gaat zo gemoedelijk daar. Ja. Die clubstars zijn echt in fucking zin. Ja. Ja, ik Vond vind jij zo. Sowieso... Dit moet we tjefjakken om, om, om de clubs gaan, uh, gaan. te gaan beledigen. Ja. Hoe vond jij het om daar als westeling te.? Ik had heel erg daar dat ik continu het idee had dat ik iedereen aan het beledigen was. En ik was super. Ik vond het super belangrijk om niemand te beledigen. En ik ja. was de hele tijd bezig met: oh, doe ik wel de goede etiketten? Weet ik wel wat ik hier moet doen? Ben ik niet nu super onbeleefd? En uiteindelijk werd ik dronken en dan was ik super onbeleefd. Ja. Drie braden anders bij elkaar. Ik heb daar ja. een verhaal over. Maar, dat echt... ja. maar goed, hoe vond jij dat? Ik, ik vond het uh, niet heel moeilijk, om eerlijk te zijn. Ik weet het niet. Ik, vind, ik ben sowieso een beetje zo van... Ja, ik wil niemand beledigen, dus ik doe mm -hmm. uh, voorzichtig. Uh, ik, vond, ja, ik vond het wel fijn, eigenlijk. Je, je hebt daar bijvoorbeeld... Wat ik heel raar vond, is dat je nergens prullenbak hebt. Nee, weet je waarom? Ja, omdat iedereen het uh, geacht wordt om het zelf mee te nemen. Maar weet je ook waarom? Nee, nee. nee. ja, waarom? Ja. Dat is vanwege in de jaren zeventig... is er een ja. grote aanslag geweest... Een, 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 zeg maar. Uh, vanuit, van, van, hoe zeg ik dat, van binnenuit. Maar even, ja, Amerikanen hebben daar een domestic terrorism attack was er in uh, Japan. Door, oh. een, uh, door een secte. En die hebben met uh, sarin gas, volgens mij. Ja, dat is uh, dus een soort van zenuwgas, hebben ze aanslagen gepleegd door die in prullenbakken te plaatsen. En uh, Japanners hebben toen gezegd "Nou, halen we gewoon alle prullenbakken. <laughs> Maar ik ja. vond het bizar, jongen. Want ik als wesseling zag overal prullenbakken. Dus dan denk ik, ah, daar is er een. En dan was het een paaltje of een een of ander, weet ik veel. Een ding, een kunstwerkje of zo. Uh, maar uh, wij liepen dus soms gewoon met, met, met afval en ja, gooide ik het soms gewoon in mijn tas... en dan gooide ik het later wel weg. Uh, dat maar is maar ook het soms... idee. Dat is wat alle Japanners ook doen. Ze nemen ja, ja, gewoon weer ja, huis. Ze worden ja? geacht om dat te doen... En uh, maar wij liepen bijvoorbeeld één keer over straat. En er was dus een vrouw, gewoon een, een willekeurige vrouw, die zag ons. En die zag dat wij met afval liepen. En die kwam naar ons toe met een zakje. Oh, geef maar, geef mm. maar. En toen nam ze het mee. En toen zei ze, oh, fijne dag, konietje, wauw, En wij zo, wow, nu hebben we gewoon geen afval meer. Ze heeft gewoon ons afval aangenomen om ons te helpen. Dat soort dingen vond ik wel echt heel bijzonder. Um, en uh, ja, ik, ik weet ik voelde me niet per se lomp of zo. Uh, ik vond het grappig, veel mensen zeiden wat van mijn tattoo. Die vroegen van wat is uh, uh, Saji Dojo. Van wat oh. voor sport deed je en zo. Uh, want ik was eerst heel bang van. Ja, misschien vinden ze het cringy of zo dat ik daarmee mm -hmm. rondloop. Van dat ik daar gewoon letters op mijn arm heb staan. Uh, maar ja, ze vonden het volgens mij allemaal best wel cool. Um, ja, uh, ik, vond, ik vond de mensen daar heel prettig, heel fijn, heel, heel aardig. Um, gingen ook, dat is dan wel een van, een, als ik één als ik hoogtepunt moet noemen... dan is misschien, dit het wel. Uh, we hebben een hike gedaan in Kobi uh, Dat is een havenstad, die zit een soort van gesqueeze tussen de zee en de berg. Uh, Mount Maya. En we dachten, wij gaan wel even naar de top van Mount Maya lopen. Dat was een beroemde hike. Uh, en wij komen daar op het station uh, niet heel goed voorbereid. Ik had denk ik drie flesjes water en een eiwitreep. Uh, wel goed gegeten ochtends, maar we komen zo bij die balie... En we vroegen aan die vrouw van... heb je wat info misschien over de hike? Van hoe we moeten lopen? En toen pakte ze een kaart. En ze zei, oh ja, ja, zeker, zeker, zeker. Uh, hier is de kaart. En dan kun je hier zo omhoog. En dan kun je hier links of rechts. Maar ik zou hier links gaan. Want dan heb je hier een waterval. En hier een waterval. En dit is de allergrootste waterval. Die moet je echt zien. En dan ga je hier zo omhoog. Leg ze die kaart zo neer pak ze nog een veel grotere kaart. Zegt ze, ja, dan ben je hier weer onderaan. En dan moet je hier eigenlijk gewoon zo deze lijntjes volgen. Maar hier moet je opletten, want hier wordt het wel een beetje ruw. Dus moet je goed oppassen waar je loopt. En dan kun je zo, kun je links of rechts... ...en dan ben je bij de top en dan kun je terug met de kabelbaan. Uh, ja, wij gingen gewoon lopen. Waterval was mooi, maar... Um, ...ja, zeg maar na 2,5 uur... ...kwamen we niet echt meer mensen tegen... En uh, we begonnen maar te lopen, te lopen en het werd steeds ruwer en het ging op en neer en op en neer. En op een gegeven moment moesten we echt klimmen op rotsen, mm -hmm. dat ik dacht van, is dit de bedoeling? Weten we mm -hmm. dit zeker? En uh, ja, we, we liepen best wel aardig door. Mijn benen begonnen ook een beetje te trillen af en toe. <laughs> En die beesten daar ook, jongen. Het was echt een rollercoaster van emoties. Want we schrokken ons een keer de pleuris van de beesten die er waren. Op een gegeven moment dachten we: wat is dat voor grote vogel die daar aan komt vliegen? Maar was het gewoon een vlinder? En één keer ben ik dus letterlijk achterna gezeten door zo'n grote wesp, zo'n killerwesp. We waren bij het water en uh, ik voelde eerst een soort van hele grote vlieg op mijn kuit zitten. En ik probeerde die zo van me af te slaan. Ik was helemaal bezweet. Ik kwam allemaal op me af, al die muggen en zo. Die hebben me helemaal kapot gestoken. Toen voelde ik op me, bij mijn andere been, voelde ik dus nog iets anders. Dus ik kijk, dat was echt zo'n zo 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 dikke wespen, jongen. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik bleef gewoon achter me aan. Gewoon hoe snel ik ook was, die bleef achter me aan. Dus ik ben toen naar boven gesprint. Weer terug, een stukje de berg op. En uh, in een soort toiletgebouw gaan schuilen. Mezelf helemaal een soort van nat gemaakt op de open. <laughs> dat die niet meer zou ruiken. Uh, en dan is een slang op de weg. En nou, uiteindelijk hebben we 4,5 uur gelopen, uh, veel langer dan gedacht. En toen konden we wel gelukkig nog terug met de kabelbaan Maar dat was echt sick, man. Die uitzichten daar, natuur. Ik had, niet, ik had er niet heel erg bij stilgestaan hoe mooi de natuur daar kan zijn. Alles is heel groen, de lucht is heel erg blauw. Het water was helder. We hadden ook nog een soort een privé-strandje op dat uh, uh, eiland met de traditionele kamer. Um, dus dat was echt prachtig. Wat, ik hoor jou heel veel, hoor. maar ik hoor jou niet over eten. Nee, ik wil het nee. net zeggen. <laughs> ik niet ja. in Japan, dat was echt niet normaal. Ik had nooit ja, iets Hoogtepunt, maken. toch? Ik werd helemaal gek. Ja, Iedereen dag dag is het uh, het een hoogte. van stier naar binnengooit. Oh, de... dus, nou, ik... ik... Uh, Oh, ik ben daar een keer Martin. Toen gingen we naar zo'n authentiek wagyu-restaurant. En het stond ja. ervoor: 200 euro. wij zeiden, 200 euro voor drie man. Let's go! Wij naar binnen, wagyu eten. Er stonden allemaal van die uh, traditioneel geklede vrouwen. Zo, hi, hi, hi. Al steeds ja. kijk keide, deftig de wij naar buiten. En ze Oké, okay, je moet afrekenen. Wij zo 200 euro. En ze zei: Ja, de neus. <laughs> ja, maar, Oh. Maar uh, ik heb dat daar ook gegeten, die wagyu-beef. Ik heb daar. De hele oh. avond tegen iedereen zitten zeggen van wow, ik proef het nog steeds. Ik proef het nog steeds. Ja. Die die smaak van dat van die beef blijft gewoon urenlang in je mond rondtollen en het is ja. zo freaking lekker. Niet ja, ik heb, dat, ik heb het... het beste wat ik ooit heb gegeten. Ja, Wagyu en... A5, Olive Wagyu A5, uh, Kobe A5 gehad. Ik heb het daarna ook nog een paar keer geïmporteerd. Het is echt uh... Stemel heeft gehad, ja, Het is als gelei. Het is het vet, het, zeg maar de, de vet wat in dat tussen de proteïne zit daar. Dat is ja, ach, hou op. Ik kan een boek ja. overschrijven. Ik heb het wel gegeten volgens mij. Maar ik, weet, ik, ik twijfel. Ik heb wel bief gegeten, maar mm -hmm. ok, ik weet niet meer of het wagyu bief was. Misschien. Niet nou, wagyu betekent letterlijk koe. Oké. Okay. Japanse koe. Okay. Wak is Japan, koe. Uh, Yu is koe. Nou, ja, Oké. Okay. Ik ben niet, niet helemaal losgegaan met eten. Ik heb wel ramen gegeten natuurlijk. Dat was volkomen ja. lekker. Um, ik heb af en toe gewoon sushi ook uit de supermarkt gehaald. Ik vond dat ook wel lekker gewoon voor tussendoor. Maar niet in de kant bandje gezeten? Nee, 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 <laughs> volgens mij niet. Nee. Um, wel een paar keer wat traditioneler gegeten. Dat je echt zo op de grond zit en zo. En uh, dat ze dan komen opdienen. Uh, ook een keer zo'n twee keer zo'n traditioneel Japans ontbijt. Dat was wel even. Uh, even wennen. Dus je ochtends zo naar een, een, een dode vis zitten kijken op je bord en zo. En stik salade te eten. En dan denk ik, oh, hier zitten ook allemaal kleine visjes in. Net wakker natuurlijk. Ja. Uh, maar was wel, ja, interessant. Ik vind ontbijt daar, ik weet ook niet of ze ontbijten daar. Ik heb het idee dat ze daar een beetje het ontbijt overslaan. Gewoon thee drinken ja. of zo. En ja, miso. Ik, ik haalde altijd gewoon sandwiches bij de 7-Eleven daar ook. Die ijs ja, yeah. sandwiches. En dat is middagse sushi-lunch. Uh, aan zo'n bandje. En yeah. dan dus s'avonds gewoon helemaal losgaan met, uh, met alles wat ze hier opdienen. Ja, 7-Eleven is echt een dikke tip als je daar bent. Die is overal yeah. en Ho die heeft en nog... En vooral hopen dat er geen ingewanden zijn, want die, die valken ook wel eens... Uh, ja, en kwaliteit, inkopen. man. Je, ja, oké, okay, maar je kunt daar gewoon een 7-Eleven binnenlopen... en gewoon sushi kopen die beter is dan hier in een restaurant is. Yep. Ja. is echt, uh, en die eiersalades die ze daar verkopen, yes, die moet je nice eten. Side. Die zijn, die zijn uh, legendarisch in Japan. Ja? Ah, ik weet niet meer. Ik heb wel niet definieerd. Ik heb wel, wel naar Japan, gegeten. jongens. Nee, ik, ja, heb, ik, ik zit hier echt te luisteren. Ik heb ook meteen, meteen aan mijn avonturen wow, dat ik woon. Dus heel ja. anders dan die van Jacco. Ja. <laughs> ik een, ben naar de natuur geweest. natuur. Oh ja, Japan, natuur. Ja, dat klopt. Ja. Die, die hebben ook nog in <laughs> de ja, natuur. Ja. Ik, he, ja, ik heb altijd alleen maar naar boven gekeken: van hé, hey, wat zit daar op bar? Ja, echt. Oh, jongens, als je naar mijn Twitter gaat, dan zie je zo'n foto van dat ik een microfoon vast heb. Leng net of ik ergens op een podium bij een concert sta. Maar dat is dus ergens achteraf in Tokio. In een, uh, in een karaoke bar. en onder mijn oksel zie je nog een gezicht. Dat is degene die de polaroidcamera vasthoudt om de foto te nemen. Ziet dat ziet ja. hij niet eens. En wat ik het leukste vind in Tokio, ze hebben daar geen barvergunning nodig. Dus iedereen begint daar gewoon zijn eigen bar in de eigen woonkamer. Oh, ja, dat zei je, dus je ja. kan ja. gewoon een willekeurige lift instappen. Dan kom je gewoon bij iemand thuis uit. En dan zit je gewoon bij iemand in de woonkamer die een bar ja. heeft gebouwd. Gewoon whisky's te proeven. Het is fantastisch. Ja. ja. Maar wij waren wij dus echt nou, super hard aan het karaoke. Je weet, al super zat op stoelen springen en shit. En dat gebeurt dan in een van die kleine kamertjes. Yeah. En dan doe je de deurtje dicht en dan komen ze af en toe sake brengen. Alleen, ja, wij liepen toen daaruit. Je weet al, ja, drie luide bravo's. <laughs> we lopen uit die kamer uit en we horen ieder kamertje zo, heel zachtjes zo. I <laughs> ze zingen en we dachten, oh mijn god. Die hebben, ja, gewoon, dat hebben, aan, die hebben kei, gewoon drie oh. huizenblokken verderop hebben die ons horen zingen. Dat was echt heel gênant. Maar ja, Heerlijk. Kei zo, dat Heerlijk. Ja, zijn ze ook wel uh, gewend volgens mij. Uh, er zijn ook al, al best wel veel Amerikanen, omdat er veel mariniers zitten. En die, ja. uh, zijn ook, die zijn ook wel uh, luidruchtig natuurlijk, dus ze zijn wel wat gewend. En het is best wel verwesterd de afgelopen jaren. Ja, vooral Tokio, man. Ik ja. zag een heel groot contrast tussen andere steden en Tokio eigenlijk. Vooral met, uh, met, met winkels. Daar heb je gewoon echt superveel westerse winkels, eententjes, restaurants. Terwijl je bijvoorbeeld uh, in Kyoto, als je een beetje uit het centrum gaat, heb je alleen maar traditionele dingen, zeg maar. Uh, maar ja, ik voelde me ook wel af en toe een olifant hoor. Met, 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 dan liep ik in zo'n thee-winkel met mijn grote rugzak en zo. En dan probeerde ik me om te draaien. En dan was er weer iemand zo die zo naast me stond. Die tikte ik dan aan. Ik voelde me echt super onhandig. Dus ik dacht, oké, okay, heel voorzichtig bewegen. voordat ik iemand omgooi of zo. Uh, ja. Ha, vet. Ja, waanzinnig het man. Ja, klinkt echt als een. Uh, hoe lang ben je nou in totaal geweest? Uh, 21 Pff, dagen. Ja, dat ja, 21 dagen. Ja, eens dag. ja we, we, we werden dus wakker, uh, heel vroeg, uh, om naar het vliegveld te gaan. En toen, uh, die maat van mij zat op het telefoon. Hij zei: oh, de vlucht is vertraagd. Ik zei, wat? En toen ging ik zo kijken, en toen stond er nieuwe vertrektijd. Maar wat ik niet zag, is dat, daar, dat er ook een andere dag stond. Gewoon de volgende dag. Ze waren uh, raketten aan het schieten in Azerbeidzjan. En KLM zei: nou, daar gaan we niet, uh, niet overheen vliegen. Uh, terecht. Dus toen uh, werd die. Uh, een dag opgeschoven. De Lekker hele dag ramen snatsen. Ja, ja, we moest wel weer even hotel regelen en zo. Andere uh, hotel. Een beetje slepen met koffers, maar uh, uh, uiteindelijk wel chill. We zijn gewoon helemaal naar rechts gevlogen. KLM dacht oké, okay, we gaan gewoon alle we gaan Rusland vermijden. We gaan Azerbeidzjan vermijden. We gaan Syrië vermijden. We gaan helemaal over de oceaan, over Canada. En toen zijn we zo via die kant zijn we aangekomen. was wel grappig. Dus, uh, nice, man. Ja, ja we nee, waanzinnig. Ik wil, ik wil zeggen, ja, ik wil zeggen, ik kan het aanraden iedereen, maar het, het, ja, het kost klauwen met geld, veel tijd, dus je moet het kunnen. Maar uh, mag ik iets ja. vragen? Hoeveel klauwen het kostte? Pff. Hoeveel per dag gaf je uit? Pff. Vliegtickets waren 1200, hotels waren, we hebben ook niet al te moeilijk gedaan met hotels, dus ik denk ook wel zeker 1500 aan hotels, 2000, uh, wat ik uitgaf elke dag. Ja, het is in een yen, hè? dus dat is een ja. soort van speelgoedgeld. Het is heel lastig. Je weet niet precies wat je uitgeeft. Maar ja, gewoon ontbijt, lunch, avondeten. Niet heel duur. Laten we zeggen... 100 euro, 80 euro. Dat, de, de man. Per dag. Ja, nee, misschien niet. Ja, misschien minder. Ja, dat en, vind ik absurd weinig. Dat vind, ja. dat vind ik echt absurd weinig. Dat gaan we per uur uit, denk ik. En dat zeg ja. ik niet om op te scheppen. Als je daar nee. een biertje koopt, betaal ik gewoon 7 euro. Precies toen ik er was. Ja, ja nu, nu veel minder. En uh, nou, natuurlijk wel die pretpark en zo. Van Universal wil je een ticket en een fastpass. Maar ja, dat is bij elkaar ook 300 euro of zo. Wauw, oké. Okay, uh, ja. Ja, nou, maar je ja, je kan ook maar zoveel souvenirs kopen. Dus. Je, je kan er een hm. leuke auto voor kopen. Zeker ja, zeker, ja, ik denk wel een paar duizend euro hoor. En dan, uh, ja, ja. Gewoon, er komen nog allemaal kleine kosten bij waar je niet aan denkt. Ik had wel een e-sim genomen, ook een dikke oh, nice tip. Een e sim overal onbeperkt internet, perfect bereik. Hoefde niet ja. te kutten met uh, uh, Google Maps downloaden of hotel wifi. Ik kon gewoon doen wat ik wilde en dat zorgde voor een hele hoop rust. Ik heb nog ja. één vraag. Ja. Ben je nou de TGS geweest? Nee, want die begon op de dag dat wij vertrokken, helaas. Oh. Ja, daar ik van tevoren niet echt over nagedacht, maar ik weet ook niet of ik per se was geweest. Dan oh. misschien had het een week kunnen verschuiven. Ik hoopte nog wel om devs te, tegen te komen daar, ja, maar niet gezien. Nee. Want er waren nee. echt in Tokio, ja, ja. oké, okay. ja. cool. Ja, dus was vet. Mijn hoogtepunt. Wat waren jullie ja. hoogtepunten? <laughs> ja, ik heb een nieuw PC. Oh ja, oh, ja. ja doe, even, doe even een rondje Wat heb je allemaal Ron ja. We hebben ik allemaal heb... de livestream zitten kijken natuurlijk Bij, ja, bij jouw jou jou sponsor ja, is Ik jou heb sponsor. hem uiteindelijk zelf opgehaald In Raalte oh. Dat was best wel ver rijden, twee uur um, Maar uh, Ja, ik heb een, uh, uh, een Ik heb de beste videokaart En de beste processor eigenlijk wat Dus wat ik is heb dat een 4090 Videokaart, die is, 40 is zo groot niet. als mijn onderarm Dat is echt niet normaal hoe groot Jeez. die is en uh, ja, ik heb een 13900 uh, als uh, processor. 13900. Ja. ja. Dat is gewoon het beste, zeg maar. I9, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. 13e generatie, waarschijnlijk. Ah, oké. Ja, okay. ja en de videokaart is zeg maar gewoon de sterkste die je kan kopen. Ja. Dus wat jij in, in het uh, ook Japan hebt uitgegeven, of in Japan hebt uitgegeven bijvoorbeeld. Ja, ik heb een gebeurt? hele PC. Ik heb ook een nieuw toetsenbord, muis. En ik heb ook een bro beetje verdiend Dus zo 4000 euro bij elkaar. Ja. ja. Hoeveel ja. namen heb je 32. <laughs> DDR 5. Volgens mij is het 6. 6.000 okay. uh, is het 6? En je 45. speelt er Starfield op. Ook uh, die heb ik uitgespeeld. Dus, uh, maar ik kan wel vertellen dat <coughs> het is een beetje rare timing, want we hebben net die cyberpunk-update. Ja. Yeah. En uh, die komt met iets dat heet path tracing. Dat is een soort van experimentele vorm van raytracing... waarin iedere lichtbron onafhankelijk reflecteert en geprojecteerd wordt. Yeah. En dat is, uh, ja, dat is een hele zieke tech. Maar om dat te zien op die 4K-monitor achter mij... Um, is een van de... Ik kan niet anders zeggen dan onbeschrijfelijk mooi. Dat voelt bijna nep. Dat is zo mooi dat het nep voelt. En niet Silicon Valley nep, of hoe zeg je dat ook weer? Ja, um, yeah. Uncanny uh, Valley. Uh, Uncanny Valley juist, die bedoelde <laughs> ik. Niet Silicon Valley. Jeetje. Kan ook. Maar, ja. <laughs> kan ook, ja. Maar dat, dat je echt gewoon naar kijkt en zegt... ...holy shit, het is, ja, is gewoon niet meer normaal. Maar ik zou niet weten, ja. Het is 4K, 120 frames per seconde, ultra en dan... Hoe kan dat nou, man? 100, ja, omdat die vierkant is insane. Hè? En we hebben natuurlijk DLSS. Normaal ja, zou dit okay. echt op 30 frames draaien. Maar met DLSS uh. 3,5. De nieuwe update 2.0 van Cyberpunk voegt ook uh, re Reconstruction toe. Dat is een techniek die moet je gebruiken bij raytracing. Raytracing laat noise achter. Letterlijk um, uh, de pixels die uh, yeah. ja, lelijk zijn. Zo zou je het kunnen zien. Mm -hmm. En dus moet je het denoisen. En dat is een proces dat ontwikkelaars uh, maken daar eigen tech voor. En nu hoeft dat niet, omdat die uh, AI, die DLSS, dat supersampling en uh, dat deep learning, dat kan dat gewoon vanzelfsprekend. En uh, dat is best wel een ingewikkelde tech, het is nog niet perfect. Maar dat die noise er gebeurt nu ook al via die tech. En ja, dat DLSS is echt... Uh, ik bedoel, als de nieuwe switch het aan gaat gebruiken, dat wordt echt insane natuurlijk. Want ja, je gaat gewoon van, van, je gaat gewoon van, een, van een matige resolutie naar een zeer hoge resolutie. En de performance gedijdt daar zo onder. Ja, het is... Echt heel indrukwekkend door op 120 frames per seconde 4K Ultra Path Tracing aan het te spelen. Nogmaals, het is echt ongelooflijk. Dan loop je in serverruimte binnen. En dan zie je ieder lichtje zie je weer kaatsen op de andere servers. En dan zie je die rode lampen en plafond die weer kaatsen in de vloer. En daaronder liggen weer gele strips van ledjes. En die zie je ook weer. Het is... En dan komt er rook doorheen. Ja, het is echt niet normaal. Ik had een maatje van mij op bezoek. Die heeft heel weinig met graphics. Die speelt gewoon Minecraft en zo. En die zegt zo: wow, wat? Dus bij de, ja, het is gewoon echt adembenemend mooi. Je kan het bijna ja. niet anders uitleggen. Um, e, heb je Phantom ja. Liberty al gespeeld, erop Nee, nog niet. Nee, is okay. die al uit? Volgens mij is die... Of vandaag uit? Vandaag, ja. 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 Op dinsdag. Nee, jij bedoelde of ik een code had. Nee, ja. nee heb ik niet. Nee, ik heb wel okay. de 20 updates gecheckt. Uh, ik ben zeker niet, niet echt fan van die game. Ik vind, maar, maar ja, ik heb nu wel incentive om te gaan spelen. Werkelijk, omdat het gewoon zo adembenemend mooi is. Ja. <laughs> Dat ik bijna zoiets van... Ja, ja, ik wil gewoon zien wat die tech kan. Ook omdat het zo vloeiend is. Want het ziet er dus aan en we nemen het mooi uit. Ja, maar het is 120 frames per seconde. Ja. Ja, ja dit ja, slaat e helemaal nergens <laughs> op eigenlijk. <laughs> dit slaat echt helemaal nergens op. Dit slaat nergens op. Ik, ik vond hem al heel chill op de uh, Series X met, de, met die laatste next-gen update. 60 fps uh, met uh, schaalbare 4K. Ja. Uh, daar vond ik hem al heel fijn op spelen. En ik heb eigenlijk een, een beetje gewacht ook totdat de DLC uitkwam. Ja. om het volledig te beleven. Ik wil wel gewoon, ik ga niet opnieuw beginnen. Ze helemaal gek. De dev zei ja, ik kan beter opnieuw beginnen, maar ik, ik heb echt geen tijd hiervoor. Ik moet nee. gewoon die uitbreiding spelen en weer verder met mijn leven. Maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat het echt insane is. Nee ja, het is echt insane. En ik, natuurlijk, uh, oh, Starfield ook. Starfield speelt dus is verschrikkelijk slecht geoptimaliseerd. Dat is echt genant bij nou slecht dat geoptimaliseerd is voor PC. Ja. Ja. Um, maar ja, als je het dan speelt en ik uh, speel dan kan gewoon met muis en toetsen op de bank spelen in principe of uh, ja. met het controllertje uh, Als je dan in ja, 4K zeg maar uh, 100 fps. Weet je al die 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 die, re of, um, uh, die, 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 die dynamische resoluties uh, nee, ik zeg het fout. Met de VLR VL, -R -R bedoel ik. Ja. Dat is echt Ja, ja dat is moeilijk uit te leggen. Zo dat mooi. Vet. Ja, nice. ja. Dus je bent blij met je nieuwe speelgoed? Ben er heel blij mee, ben er heel blij mee. Het is ook, ja, het is, weet je, het is een soort van kinderdromen. Hè? Het is niet echt, ik kan niet echt iedereen aanraden om dit te doen. Maar ja, ik heb het ook nodig voor mijn werk, et cetera. Dus uh -huh. dat ja. zoek ik het zelf vast. Dan zoek ik het inpak. Nice. Ja, het is heel sick. En verder? Je bent volwassen, je hebt volwassene geld, dus je moet, je moet het gewoon lekker doen. Precies. Ja. Investeren in? Plezier. Dankjewel, Martin. Wow, we hebben het allebei zo goed gedaan, Heron. <laughs> jij, Martin? Ik ben trots op jullie, jongens. <laughs> ik, heb, uh, ik ben weinig aan het investeren de laatste tijd. Uh, wel in plezier. Maar hopelijk ook een beetje in jullie plezier. Want uh, het, is, uh, het jubileumnummer van de PU is nu uit. Yeah. Uh, die is uh, goud. Die, is, uh, die ligt, als het goed is, nu bij jullie op de deurmat... als je abonnee bent. Uh, je kan hem nu ook in de, in de winkels kan je hem aantreffen. Uh, sommige mensen hebben hem gepre-ordered... Samen, samen met de PSB-stick. De PSB-stick, um, de mensen die die hadden uh, besteld... Al een mail gestuurd dat hij een maand later zou komen. Ze dus komen nou ik toch weer wat eerder binnen. Dus die krijgen het toch weer eerder. Um, ik weet het, het is een rollercoaster gerijd. Uh, niet alleen voor jou, ook voor mij. Ik denk dat deze PU 30 uh, uh, mijn uh, drie jaar van mijn leven heeft gekost. Maar volgende week, zeg ik het goed. Ja, volgende week, gaan, volgende we ook, week. Uh, ja, gaan we naar Beeld en Geluid. Met z'n allen. Uh, 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 daar vindt op 7 oktober de opening plaats van uh, onze expositie. 30 jaar PU. En dat loopt dan tot en met 29 oktober. Als je daarheen wilt, uh, dat eerste weekend, dat, dat heet anders. Dat heet dan Dutch Media Week. En daar moet je dan ook weer andere kaarten voor kopen, mocht je dat willen. En reguliere kaarten, daar hebben we dan weer de kortingscode voor. Voor jou, echt alleen voor jou. Dus als je daar naar uh, beeldengeluid.nl gaat en je wil een kaartje kopen, uh, gebruik dan de kortingscode PU2023. krijg je van ons 30% korting. En dan... Ja. Uh, ja. Het, het, ik vind het zo raar want we zijn er al super lang mee bezig. Yeah. alleen normaliter heb ik echt alles, alles wat wij doen, zeg maar: dit stukje schrijven, magazientje maken, video's maken. Ik kan alles zelf. Dus als er als er ergens paniek is, dan heb ik oké, okay, geen paniek, doe het zelf even. Geen, geen probleem, komt goed. Maar bij dit, we, we zijn gewoon afhankelijk van andere partijen. We werken samen met, met, met museumbouwers, uh, met die ruimte sowieso daar. Dus het, het is een beetje gek Voorbij dat je gewoon dingen uit handen moet geven en uh, hopen dat het goed komt, omdat het ja, yeah, het, het staat er straks ineens terwijl je het, het komt allemaal uit je hoofd en je hebt het gezien op tekeningen en mensen zeggen: Ja, oké, okay, gaan we doen. Komt goed, ja, <laughs> yeah. yeah. dus uh, dat vind ik nog wel spannend, maar ik heb er wel zin in. wordt yeah, wordt mooi moeten het ook nog opbouwen en zo. Ja, nou dat hoef gelukkig niet zelf te doen, moet het wel gaan begeleiden. Ja, uh, yeah, oké. Okay. Dat uh, was leuk. Like. Um, ondertussen, jij bent de drie weken weg geweest. Ik heb ondertussen een paar mooie spullen weten te verzamelen, Jacco. Voor in de yeah. vitrines. Ja, yeah, van de, to, in de periode 1993 tot, tot nu. Oh, heel uh, well nice. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, van mijn oud-redacteur, uh, wat wel heel vet is: uh, Jan Meiroos had nog een, uh, een Guitar Hero gitaar liggen met alle handtekeningen van Metallica erop, van alle bandleden. Oh, holy die is wel shit. heel vet. Ja, die Jesus. is wel heel dik. Uh, zo. Ik, ik kwam okay. er zelf nog achter dat... Uh, hij hangt nu niet meer aan de muur. Maar achter mij op de muur... Uh, hij valt net buiten het shot Maar ja. daar hing altijd een skateboard. Ja, dat weet ik. Ja, maar daar staan dus alle handtekeningen op... van alle bandleden van Linkin Park. Echt? Holy shit oh, man. Hoe <laughs> ja. komen Ook. mensen aan die spullen? <laughs> ja, dus, dus ik niet keek op een gegeven moment achter me en dacht, oh yeah, shit, dat heb ik ook toch. Dus uh, dat, dat soort dingen nemen we allemaal mee. Dus dat uh, wordt wel echt heel dope. Jezus. En uh, so, ik ga van de week nog ergens langs Simon rijden. Die heeft ook allemaal uh, van Hideo Kojima allemaal getekende... Uh, oh nee, niet van Hideo Kojima, van de makers van Resident Evil heeft hij allemaal nog getekend. Ik heb volgens mij een PS1-exemplaar van Metal Gear Solid dat ondertekend is door Hideo Kojima, nou, Of ondertekend uh, oh, is door Hideo Kojima. Ik rij ook nog even langs Eindhoven, uh, hoor ik. Nou, oh, serieus. Volgens mij heb ik die hier nog. Ik weet alleen niet of die in mijn... Ja, we praten wel. Ja, we praten wel. We gaan, we, we gaan hem zoeken. Dus uh, dat kan je allemaal uh, straks aantreffen. Uh, en er valt er natuurlijk ook wat, wat te gamen. Uh, we hebben uh, games uh, van de afgelopen 30 jaar. Wat arcadekasten. Dus uh, wordt doop. En uh, dat niet alleen. Je kan ook nog steeds, als je daarvoor een kaartje koopt, krijg je ook gewoon toegang tot het complete museum van beeld en geluid. Ja. Dus je. Uh, je bent, wel, uh, je bent wel even zoet. Ja, en uh, die experience uh, days, je die, hebt die, die Dutch Media Week en heb je dat ja. weekend. Je moet even naar puur.nl slash 30 en daar komt ze ook nog een nieuwtje online. Um, daar staat hoe je dus kaarten voor dat weekend kan fixen. Op zaterdag zijn ze betaald, <laughs> zondag zijn ze gratis. Volgens mij 6 en 7 oktober op mijn hoofd. Uh, maar dan... 7, 7 oktober zaterdag en 8 oktober ah, ja, is de zondag. Ja. ja, en dan kun je dus ook volgens mij Rocket League-competities en zo bijwonen. Je hebt daar nog veel meer activiteiten dan, dus check dat ook even. Ja, en, en, en lezingen. Uh, ja. Wij gaan er ook uh, een opnemen daar. Ja, wij, wij gaan een paar ja. opnemen. Uh, dus uh, als je ons tegen het lijf wil lopen, dat kan. Ik, ik kan me ook voorstellen dat je ons misschien wilt ontwijken. Uh, als je ons wilt ontwijken, ga in het weekend... Uh, in de maand oktober. Uh, als je een van ons tegen het lijf wil lopen, ga door de week. Op maandag is het museum gesloten, maar dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag uh, is er sowieso altijd iemand van ons aanwezig. Ja, en laat even weten als je gaat via Twitter of zo of Discord. Zal leuk. Ja. ja, ja. Dus dat. Uh, hopelijk tot daar. Ja. Vet. Super vet. Ja, vet, vet. Ik, en het boek komt ook nog deze week binnen, jongens. Oh. Jeetje. 28 september komt die binnen. Ik, die, heb ik, die, die heb ik nog niet gezien. Dan komt die komt hij van de drukker binnen. Dus ben ik ben heel erg benieuwd. En als die binnen is, dan kunnen we die volgende week ook gaan versturen naar mensen die, die hebben besteld. We hebben zoveel gedaan de afgelopen maand. Insane. Uh, dus dat is wel een beetje mijn hoogtepunt. En waar ik ook uh, de, de laatste tijd druk mee bezig ben. Ja. Zet. Ja. Goed. Nou, voordat we verder gaan met onze. Content, dan gaan we natuurlijk een zootje nieuws doornemen. Wat er allemaal afgelopen week is uh, gebeurd in de wereld van de videogames. Even een... Uh Iets voor jou wat misschien ook wat tof vindt. Wij mogen het namelijk twee kaarten weggeven voor de creator. Dat is een, een nieuwe film die 28 september gaat draaien in de bioscoop. En dat is een sci-fi film van de regisseur. Die heet Garrett Edwards. Die is onder andere ook verantwoordelijk geweest voor Rogue One en Godzilla. Oh, oké. Yes, yes. En uh, dat gaat over een oorlog tussen. AI en de mensen. Dus uh, over de nabije toekomst. Want misschien liggen we, hebben wij zelf ook wel uh, over een jaar oorlog met AI. Het gaat nu zo hard. Het is insane. Over een jaar zijn wij sowieso niet meer nodig. Ron en Jacco. Ik, ik zag. Hij heeft daarover gesproken, over die AI. Ik zag Alexander Klupping. Die deelde van de week een video op Twitter. Of op X. Die had een, een stukje ingesproken, een stukje tekst op video. En um, er is dus een app. Hey, Jen heet dat volgens mij. Mm -hmm. Die kan dat stukje video. Die kan dat vertalen naar verschillende talen en dat ook perfect lipsinken. Dus misschien oh praten we volgend jaar wij drie perfect Duits, Spaans, oh Engels, ja. Japans. Uh, maar nu zag ik gisteren ook een nieuwsbericht langskomen dat Spotify dit ook gaat doen met podcasts. Ze zijn ja. nu een test aan het doen met een aantal podcasts. Dat ze het al gewoon gaan vertalen in andere talen. Dus uh, misschien zit je dit nu al te luisteren in het Duits. Ik vind het Zweeds. De, ik vind dat met die stem echt eng. Ik vind die iOS 17 update al eng. Dat je, ja. je een soort voice memo, hoe noem je dat? Dat je dat kan achterlaten. Dat in jouw eigen stem. Ja. Dus uh, ik denk dat wij moeten, in opstand moeten komen tegen AI, uh, jongens. Ja, dat is de Creator. Is goed. Ja, en die, die, die film, die creator, uh, dat we die alvast voor gaan zijn. En Die ja. oorlogen alvast starten een nou, educatieve film. Ja, ja. Maar goed, als je dus die film wilt zien, dat kan. Uh, wij hebben twee kaarten voor jou en een maatje. Uh, wat moet je doen? Uh, mail ons even op uh, redactie.nl. Nee, doe maar naar prijsvraag.pu.nl Dan houden we dat dan mooi gescheiden. Met in het onderwerp de creator. En laat me even weten in het bericht wie jij mee zou willen nemen en waarom jij naar die film wilt gaan. En of je ons gaat joinen in de oorlog tegen AI. Want dit kan niet zo langer. Wij willen gewoon ik wil niet in het Zweeds praten, in perfect Zweeds. Nee. Gewoon, gewoon lekker lop Nederlands. Ja, Stom, stomme AI. Aan de andere kant, het betekent wel veel voor de toegankelijkheid van content. Ja, misschien worden Iedereen we. juist toegang. Een, zijn we straks ineens wereldberoemd in China of zo? Zonder Volgend. dat we het weten. Ja, ja. vet. Ja, zou ze zo maar kunnen. Cool. Goed. Uh, Ron, heb jij nog een hete uh, take op, de, op de, de leak van Microsoft? De Microsoft Want, uh, Leak. Ja, de, de jongens hebben er de afgelopen weken al uitgebreid over gehad, natuurlijk. Ja. Uh, maar jij was er ook druk mee. zag ik op uh, ja, ja, ik ben er uh, wel de social media. Mee. Ja, we hebben er ook een eigen podcast helemaal over gemaakt. Dus... Maar ja. ik denk wat de standaard antwoorden zijn, is een beetje zo van ja, dit is allemaal niet zo heel erg spannend, eigenlijk. Kijk, we, er, zit, er zit een documentje bij. <coughs> Er zijn eigenlijk twee dingen die heel veel mensen zeggen, of uh, aanhalen. Het eerste is een document, een pdf'je met 21 pagina's aan echte, echte, echte leaks. Dat zijn gewoon de lange termijn plannen, zijn dat van, uh, van Microsoft. Uh, dat, is ja. wel, um, dat is wel, ja, ik bedoel, dat zijn echt de beste leaks ooit. Gewoon bondig, met plaatjes, uitleg erbij. Moeten ze vaker doen, zeg maar. Ja, dat is wel um, genieten. Als je, als je een <laughs> beetje in dit wereldje zit, dan is dat wel genieten. <laughs> ja, gewoon plaatjes erbij, gewoon uitleg van hier zie je een USB-poort. Nou, dat vinden we heel belangrijk. Dat soort dingen. Um, geen mid-gen console geen wel een midgen-console, meer een visuele overhaal, we krijgen een ronde Xbox. Is het dan nog wel een box? Is het geen Xbox meer? Is, is het nog wel een box op het moment dat die rond is? Een cilinder. Dat zijn belangrijke vragen. x Cylinder, um, ja. Um, goed, daar kunnen we het nog een half uur over hebben, maar laten we doorgaan naar, ja, dat is wel indrukwekkend, I guess, dat dat allemaal lekt, dat is wel heftig. Dan is er ook nog een mail. En dat is wel iets waar ik echt van, is. iets heb, ja, dit is een beetje, kom ja, op. Ik snap dat niet iedereen echt superjournalistiek geschoold is die het daar dan over heeft op het zo maar dat dan Maar Phil Spencer heeft dan een e-mail. Uh, waarin hij tegen iemand van, volgens mij, de Board of Directors uitlegt hoe die. Uh, nou, eigenlijk moet hij uitleggen aan iemand waarom hij een heel slecht idee heeft. Namelijk, random fart kunnen we Nintendo niet kopen. En ja, dat is dan echt zo. Ja. Je merkt gewoon dat die e veel spetsen moet uitleggen. Maar ja, dat was op zich wel een, uh, ja, een carrière defining moment geweest als wij Nintendo hadden gekocht. Uh, maar weet je wel, Nintendo maakt hardware is helemaal geen logische overnamekandidaat. Eigenlijk niet eens nieuws. In het verleden wilde Microsoft Nintendo wel eens kopen. En uh, ja, het is dan best wel grappig om te zien dat hij dat op manier probeert uit te leggen. Ja, ook ik zou graag Ferrari willen kopen als, uh, als BMW zijnde. Maar dit is waarom dat eigenlijk zeg maar geen heel goed idee is. Maar klopt het dat dit ook in het jaar was dat Animal Crossing is gaan vliegen door de pandemie? Nintendo ging toen echt, die had toen echt recordjaar na recordjaar uh, of in ieder geval, die, die ging fucking goed. En volgens mij, zoals ik het heb begrepen, was dit een beetje de aanleiding voor de e-mail van, uh, kunnen we eigenlijk niet Nintendo kopen? Die gaan heel goed nu. Ja. Weet je wel, maar... Animal Crossing? Maar weet je wat het is? En heel veel mensen zeggen dan: van, ja, maar nu hier dan. Uh, Phil Spencer zat zo goed in PR en nu zie je ze ware aard. En mensen, kom op. Hé. We ah, hebben ja. het hier over het op één na grootste beursgenoteerde bedrijf op ADA. Alleen Saudi Aramco, omdat ze privaat zijn, zit er nog tussen. Tussen Microsoft en Apple, of boven zelfs. Kijk, dit, dit soort bedrijven hebben afdelingen, hele afdelingen met mensen. Tientallen mensen die daar continu lijntjes uitgooien en continu met andere afdelingen van andere bedrijven in gesprek zijn om te vragen naar hé, wat zijn acquisitiemogelijkheden? Wat hebben jullie in de pijplijn zitten. Nou, wat is er allemaal mogelijk? Dus je bent echt super naïef als je denkt dat dit niet continu gebeurt. Ook bij Sony gebeurt dit continu, ook buiten PlayStation afdelingen. Om. Dit is gewoon. Dit is hoe, 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 hoe corporate opereert uh, binnen een markt die vrij is. En dat is heel ja. gezond. Dat is heel normaal. Er is niks comprimerends aan deze leak. Al zal Microsoft het heel erg kut vinden dat die nieuwe Xbox is gelekt. Want wat doet dat voor de afzet van de huidige Xbox Series X? Aangezien je toch wel rekening moet houden met dat er misschien mogelijk mensen zijn die nu denken: ik ga straf iets spelen, maar ik wacht wel op die ronde, want die is beter. Maar hij, hij was alleen digital, only, toch? Hij, ja. hij is niet ja. krachtig. Qua, nee, qua specs hetzelfde. Ja. Is ja. hij kleiner? Volgens mij niet eens per se. Nee, waarom wil je hem dan? Dat is gewoon rond. Nou ja, ja, ik zou hem graag willen, hij heeft USB-C. Uh, komt met die nieuwe controller, Er komt een Gyro controller aan. Volgens mij wordt die oh, ja. ook eerder al Ah, Met de uh, feedback. Ja, yeah. uh, wel interessant, hè, dat digital. De, dat is trouwens ook, dat is wel echt interessant. De nieuwe Xbox, de echt nieuwe nieuwe Xbox wordt volgens Microsoft in uh, uh, fiscaaljaar 2028, dus dus tot maart 2029. Uh, van april tot 2028, tot maart 2029, werd hij geprojecteerd als in dat is het release window. En hij combineert zowel cloud game als native. Dus dat betekent dat ja. de console juist samenwerkt met de cloud om games te runnen. Uh, klinkt misschien futuristisch, dat zou kunnen. Ik weet dat Crackdown 3, uh, die zou ja, ik ook gaan goed. krijgen. <laughs> dat ging erg goed. Ja, nee, dat ging niet heel goed. Nee. Maar het is nee, maar wel maar dat is ook alweer een paar jaar geleden. Ja, nou, dus in 2016 ja, ja. of zo. Ja, Zeker, ja. True. Maar Microsoft is een cloudbedrijf. Dat is gewoon echt... Uh, ik zei dat ook op Twitter... Van als je al sinds 2018... Ieder fiscaal rapport... Annually opent gewoon met de cloud. Dat is hun toekomstvisie. Dus natuurlijk gaan zij ook met Xbox... Uh, de focus leggen op die cloud. Maar het is... Interessant in die zin dat je zag een grafiekje staan. Daarin stond ja, 2023. Niemand maakt gebruik van de cloud in de Xbox. Het was echt een heel klein, nauwelijks te zien op de grafiek. Dan hebben ze ongeveer best wel wat pc gamers. En heel veel mensen die op de Xbox Series X en X gamen. En dat ging dan over de Game Pass afzet. En dat Game Pass in 2030 werd geprojecteerd dat er meer mensen in de cloud gamen dan via de PC. Dus zij verwachten wel echt dat zij op die manier marktdominant gaan worden. Zij noemen het hmm. een pathway to dominance on the console market. Zij verwachten gewoon dat de cloud daar een grote rol in gaat spelen. Is dat zo? Moeilijk om te zeggen. Ik heb Starfield in de cloud gespeeld, was aardig te doen. Maar we zijn nee, er nog niet. Ik speel Starfield op mijn Steam deck via, via, via cloud. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah, ja, we zijn er nog niet hoor. Ik bedoel, er is nog wel iets op aan te merken. Ik zat in de... Trein terwijl ik het speelde, en dan valt hij af en toe weg, en dan loopt ja. de game gewoon door, maar de connectie valt weg, zeg maar. Dus we zijn er niet, maar het is trouwens daar om ook niet de, de perfecte locatie voor, toch? Nee, je... nee, nee, maar ik bedoel meer als in als jij die smooth ervaring wilt, dan zijn er veel haken en ogen afhankelijk van hoe ja. je speelt. Ja. Sure. Nou, ik, ik zag de beelden van uh, Resident Evil op de iPhone, en ik dacht, nou, we komen ja. toch wel redelijk in de buurt nu. Misschien is dit wel een. Uh, de andere tak die we dadelijk gaan zien dat dat telefoon zo krachtig worden dat we daar gewoon uh, de games van nu op kunnen spelen. Ik en... werd hier twee weken geleden om uitgelachen, Jacob. Ja. Ja, wel. Ja? Als je Echt? denkt dat ze hem op de tv gaan aansluiten, dat gaat niet snel gebeuren. Nee, je kan hem kan nu hem op al telefoon. Ja, je de, kan hem op de tv ja? aansluiten. Maar waarom ja. zou je dat doen? Nou, gewoon je gamepje spelen. Dan hoef je geen. Als je straks wordt dit gewoon je alles. Het wordt je laptop. Het wordt je gameconsole. Het is je persoonlijke assistent. Het is je alles. Je hebt ik sluit geen het niet volledig uit. Ik denk niet dat het op korte middellange termijn gaat gebeuren. Ja? Ik ben benieuwd wat er eerder echt prettig is om te spelen. Cloud of mobiele hardware. Ik heb, geen, ik heb hier geen verstand van. Hè? Ik ben gewoon benieuwd wat er eerder gaat zijn. Dat we of we over vijf jaar op de nieuwe iPhone echt volledige console games kunnen spelen. Gewoon die niet echt onderdoen voor wat we dan hebben. Of dat cloud ja maar zo dat kan is, al is, dat... niet dat kan natuurlijk niet je kunt natuurlijk gaat die hardware onder doen alleen maar logisch je kunt niet okay, de grafische map. fidelity kweken die in een Xbox zit met een iPhone dan ja. op dat moment zal die iPhone is veel sterker als dus je Xbox is ook veel sterker nee, nee precies maar oké okay, of het genoeg is een Switch is ook mobiele hardware en je zet hem in ja. een dock en je kan een game spelen op 1080p. Zeker. dadelijk met DLSS weet niet hoe lang het nog duurt ik ben uh, ja ik ben heel benieuwd het was voor mij wel een uh, een Eye-opener, zeker als uh, bedrijven als Apple en Google en Amazon echt alles gaan aanbieden, dadelijk met een abonnement. Wie weet, ja? Nou, goed, de CMA ze werden uitgelachen omdat ze zeiden: We gaan deze deal met Activision niet door laten gaan met Microsoft vanwege cloud Ja, maar ja, als je kijkt naar Microsoft's eigen projectie, dan wordt Cloud Gamen dus een heel groot heel groot onderdeel van hun eigen globale strategie met games. Dus yep. dan is de CMA zo gek nog niet, lijkt me nee. Ja, ik bedoel, kijk naar hun andere services. Dat wordt ook een en al uh, cloud. Volgens mij heb je de nieuwe Windows Update al, die, uh, die, 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 die balk ook, die assistent, waarmee je van alles kan openen zonder echt apps te installeren. Ja, het is horizontale bedrijfsstrategie. Microsoft levert services in de cloud. Ja. Dus dat gaan ze met Xbox ook doen. Zo simpel is het. Ja, ja interessant. Ik ben heel benieuwd. Ik dacht eerst dat ja. je de leak van PlayStation bedoelde, Martin. Maar daar heb ik dan weer echt niks van meegekregen. Nee, maar volgens mij ja, is dat is Er is uh, een ransomware groep. Die ja. claimt een Sony hack. En wil data verkopen. Uh, dit nemen we op, op dinsdag. Dus misschien dat er nu wel nieuws over is. Hmm. Uh, het is een. Uh, ze heten Ransomed.vc. En hmm. die claimen alle Sony systemen te hebben gehackt. En data daaruit. Uh, die daaruit is uh, voortgevloeid te willen verkopen. Ja. Alleen, ja, het is niet ja, veel. Uh, het, het, het schijnt, uh, ik las iets over 6000 bestanden die ze hebben. Oh. en hm. dat uh, lijkt dan niet heel veel, want er was een tijdje geleden was er een hele grote Capcom hack en daar ging het om, om een miljoen bestanden, zo uit mijn hoofd. Ja. Uh, maar ja, het is natuurlijk meer van wat staat er in die files. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Is ja. een data lek zeg, maar dan is het natuurlijk ook anders dan zo'n lek wat van de Microsoft dat echt zelf gewoon een foutje heeft gemaakt en verkeerde documenten heeft geüpload of althans onhandig ja. heeft geüpload. Dit zou kunnen gaan om persoonsgegevens en andere data die echt. Uh... Ja, dat, dat gebeurde natuurlijk al in 2011 met Sony PlayStation en toen ja. kwam er wel echt informatie van uh, volgens mij 77 miljoen. PlayStation Network gebruikers op straat liggen. Dat was de grootste lek ooit of zo. Ja, dat was echt sick. En daardoor ging PlayStation Network ook 23 dagen offline. In de zomervakantie. En toen dacht ik, nou, dan ga ik Infamous kopen. Ik had echt, ik had letterlijk 20 euro op mijn bankrekening. Ging tweedehands Infamous kopen. En toen het weer online was, kregen we gratis Infamous. Ja. Sorry, daar ben ik nog steeds Dat was toen echt een heel groot ding. En een gigantisch lek. Uh, dus ik hoop uh, voor Sony dat het meevalt en voor ons allemaal ook, want het is gewoon. Uh, die hacks zijn gewoon kut. Ja. Hebben, hebben jullie nog een beetje Staffield gespeeld? Nee, ik heb ik speel Nichts. weinig de laatste tijd. Um, okay, ik, ja. ik, ik kan alvast mijn tip vertellen, uh, okay. wat ik wel heb gedaan. Dus ik uh, loop daar alvast op vooruit. Ik heb zo'n. Uh, Jakka had hem ook mee naar Tokyo, maar die was van Dennis volgens mij. Die, die oh, yeah, yeah. Ik, hm. ik heb dat kleine Emmernick dingetje gekocht dat is ja, een heel kleine mooi, gamebootje alleen uh, die draait ronds uh, dus daar heb ik natuurlijk alleen de games op gezet die ik al in mijn collectie heb zitten uh, um, en uh, dat ben ik dus uh, uh, een beetje aan het doen gewoon lekker retro games aan het spelen maar vooral ook gewoon scrollen door de collectie van oh ja die speelde ik vroeger dat nog een keer opstarten van Oh ja, dat was toen heel leuk, maar nu eigenlijk niet meer. Uh, en mijn vrouw heeft hem ook afgepakt, want die was blijkbaar... Die speelde vroeger heel veel Blues Brothers op de SNES. En die, die, die is dat nu veel aan het spelen. Maar dat is gewoon echt een heel fijn ding. Het kost geen drol. Uh, volgens mij had ik 75 euro betaald. En dan heb je dat ding met een hoesje. 26.000 games die erop staan. Uh, die je daarna natuurlijk allemaal weggooit... om die eigen, alleen je eigen games erop te zetten. Dat is wat je doet. Mm -hmm. um, uh, maar dat is gewoon, <laughs> gewoon goede hardware. Het, is ja, met, het scherm is maar, heel mooi ook. Het scherm is heel mooi. Games draaien, draaien goed. Ja, nice. Ja. Dus, uh, ja, ik, ik heb dus veel op de Switch gespeeld in Japan. Ik heb Starfield ook niet uh, gespeeld daardoor. Um, ik was één keer mijn Switch vergeten. Toen we bij elkaar acht uur de bus naar Mount Fuji zaten. En toen had ik dat dingetje wel. En dat was heel chill. Pokémon, Leaf Green opgespeeld. Uh, ja, chill ding. Ja, goede tip, ja. Het is, is, is niet duur ook. Nou ja, als we het toch over tips hebben. Wat is jouw tip, Jacco? Ga naar Tokio? Ga naar Japan? Is dat hem? Ja, wel een beetje voor de hand liggend misschien. Ik weet niet, ja, ik, ik heb het gevoel dat ik goede tips heb. Maar ik weet, ik weet niet of ik echt iets... Ik luister nu veel naar Science Versus. Dat is een wetenschapspodcast over ja, gewoon leuke onderwerpen. En... Uh, wel zo goed onderbouwd. Echt een 150 uh, citations per aflevering. Uh, laatst ging het over vepen. Dat is ook niet best wat je daarover hoort. De, het onderzoek. Uh, dus dat vind ik echt een hele leuke podcast die ik nu luister. En uh, ik heb onderweg ook nog een comic gelezen. Die heet Something is Killing the Children. Dat is een horrorcomic. Uh, ik heb het hier misschien wel vaker over gehad. Want ik heb het van diezelfde schrijver. Heb ik ook een keer een andere aangeraden. Maar dit gaat over. Um, ja, wat, wat is het? Volgens mij een gebied met meerdere dorpjes of zo, waar steeds meer kinderen verdwijnen. En die, die worden dan overal gewoon in stukken aangetroffen. En uh, jij volgt dus iemand die uh, een soort van paranormale gave heeft om daar te zien wat daar gebeurt. En die ontmoet iemand wiens beroep het is om uh, de kinderen te redden. Het is best wel een uh, lugubere. Comic, maar vette stijl. Hm. Uh, lekker comicie ook, dus. Ik zou, uh, ja, die zou ik zeker aanraden. Hm. Ron. Poeh. Ja, nou ja, laat we beginnen met: Ik heb Staffie nog wel uitgespeeld, om daar nog even heel kort op het over te hebben. Ja, dat wil ik toch even zeggen, want ik vind die keer, ik, ik, ik snap de kritiek wel, die staf, Het krijgt in heel veel van de vaders terecht, weet je al. Uh, mm -hmm. Maar ik snap niet alles eraan of zo. Ik vind, uh, het, ik zei dat ook al in mijn podcast, maar ik. In mijn eigen podcast. Maar ik, ik zie gewoon bij Starfield dat heel veel mensen benaderen dat het alsof een soort van exacte wetenschap opeens. En dan denk ik, ja, ik weet niet waarom jullie games spelen. Ik speel games voor escapisme, world building en storytelling. En dat is Starfield voor mij echt allemaal. Ik, uh, ik, uh, dit is echt voor mij echt mijn escapisme. En ik ben daar. Ik ben in de fucking Starfield. Als ik die games speel. En um, alle kleine verhaallijntjes die prachtige ruimteschepen. Hoe je ieder schroefje ziet zitten in ieder ruimtestation. Lijp. Uh, op een gegeven moment liep ik door een glazen tunnel midden in, de, in ergens boven mijn thuisplaneet, en dat was ergens op een ander ruimteschip. En ik weet je al, mijn vrouw liep achter me aan in die game, en dat was zo wholesome en zo mooi en zo adembenemend klein voelde ik mij. En dat was echt zo'n heel bijzonder moment. En ik heb talloze van dat soort momenten in die game. En uh, ik weet niet of er is veel op die game aan te merken, maar ik wil dan als contraindicator ook een beetje zijn van die game is echt heel erg fucking goed in wat het doet. En, uh, ik heb wel echt respect voor Bethesda gekregen. Skyrim en Fallout klikten bij mij niet heel erg. Ik vond ze wel leuk hoor, maar niet heel erg. Maar deze game... Weet je, als ik over tien jaar terug ga naar deze game... Ik ken gewoon die nieuwe Atlantis stad Ik ken die nog uit mijn hoofd. Ik weet Dat. ieder barretje te zitten. Ik weet hoeveel ik moet betalen voor een wodka, ananas. Het is gewoon echt die game. En um, ja, het is echt... Ik was ergens in een hippe discotheek op een gegeven moment. En daar kwamen mijn ouders tegen. En mijn moeder zat aan de drugs. <laughs> en toen steeg ik op op die planeet. <laughs> en toen kwam ik mijn oma tegen. Die zat op een ruimteschip. En die kwam binnen en toen gaf ze me allemaal eten. Tikki Masala. Gewoon random. En dat vind ik wow. zo vet. Het is zo cool. En die game zit vol met dat soort storylines. Ik ben een Ik uh, Er is een stadje dat is helemaal ingericht als een westernstad. En dan kom je die saloon binnen. En dan zit iedereen met een ruimtehelm. Maar hou die partner. Weet je? <laughs> dus zo. Ik, vind, ik, ik ben er verliefd op. Ik vind het geweldig. Uh, ik heb voor mijn gevoel, een kwart van die game gezien, en dan heb ik het niet eens over al die lege, desolate planeten waar ik nauwelijks ben geweest. Maar dan heb ja. ik het gewoon over: ik, je kan je eigen schip bouwen, heb ik nog niet eens gedaan. Je kan outposts bouwen, heb ik nog niet eens gedaan. Maar je bent gewoon continu bezig met side quests en dergelijke. En het volgt elkaar allemaal een modern tempo op. En nogmaals, ik zei het ook al: iedereen heeft het erover. Van, ja, je moet de krenten in de, uit de pap vissen in die game. Maar volgens mij er heel veel, heel, zijn er heel veel krenten en is er heel weinig pap. Dus ik ben echt. Uh, maar na 60 uur ben ik er klaar mee. Uh, ja, echt, echt enorm van genoten. Ik zou hem persoonlijk een 9 nee geven. Cool. Um, dus dat wilde ik zeggen. Verder, uh, mijn tip is niet per se Starfield. Je weet wat je daarvan kan verwachten. Netflix zendt uh, heel veel uit. Dat doen ze alineair in hun catalogus. Dus ik zat er eens even doorheen te kijken. Dan hebben hm, ze misschien iets nieuws wat ik leuk vond. En daar kwam ik tegen mijn favoriete serie ooit: namelijk Ben of Brawlers. Oh ja, yeah, dat uh, staat er yeah. ook. Oh, die staat je op Netflix. Ging. En ik wil iedereen gaat aanraden, ja. zeker als je een goed geluidsetje hebt, Knal hem open, pak de popcorn, pak er even een, pak er even een zondagje voor. En na het sporten ga lekker zitten op die bank, kom er niet meer vanaf. Deze serie gaat zo hard, is zo adembenemend en thematisch zo goed gebracht. Fuck, um, yeah. die, die, je moet Ben Brothers kijken. Het is echt mijn favoriete serie ooit ja. bij Miles. Het is maar tien afleveringen, maar het is. Uh... shit, is fantastisch, toen, ja. Toen kwam ik erachter dat er een serie daarna is. die ik nog nooit gezien heb. en altijd wilde kijken. in uh, optima forma, zeg maar. de Blu-ray of zo. En dat is er nooit van gekomen. Maar dat is The Pacific. Daar ben ik nu bij aflevering één. Heel anders nee. dan of Brothers. Wel zeg maar dezelfde stijl. en ook een tien afleveringen, dezelfde makers. Maar die speelt zich af in de, ja, de oceanen rondom Japan. En uh, ja, Pacific. En de eerste aflevering is heel anders. Het is ook een aflevering, want de eerste aflevering van Battle of Band of Brothers zit niet echt heel veel geweld in. Maar het is zeg maar, je leert kennis maken met iedereen die een rol speelt in die oorlog. Je leert hoe de structuur van zo'n leger werkt. En in deze gaan ze meteen op pad. En ja, ook hier denk je op een gegeven moment, oh, ze gaan meteen los. Maar dat is dan ook weer niet zo. Een intrigerende eerste aflevering. Dus ik zou ook de Pacific uh, willen aanraden. Al begrijp ik dat die niet zo impactvol wa was. Als dat Banner Brothers uh, destijds was. Cool. Maar heel erg uh, vet dat ze erop staan. Dus uh, die raad ik uh, heel warm. Uh, beveel ik die aan. Raad ik die aan. Nice. nice. Ah, mooi. Mooi. Zijn we er weer? We hebben we het weer gered? Hebben we het weer gered? Ja. We weer gered. ja? ja. Dus uh, extra gratis reminder nog uh, gebruik. Uh, kortscode Pu code 2023 voor. Uh, ...je toegangskaartje op beeldengeluid.nl. Dan heb je een museumjaarkaart... ...dan mag je gewoon gratis naar binnen. Um, en je kan dus... ...twee kaarten winnen voor The Creator... ...nieuwe cyberfilm die eraan zit te komen... ...28 september. Mail even naar... ...prijsvraag.pu.nl... ...met wie je daarheen wil en... Uh, ...hoe we die uh, AI aan gaan pakken. Dus dat. Nou. Thanks boys. Ik zie jullie uh, snel weer. Ja. Gaan het we volgende. weer. En nu nog even een kleine shout-out naar Tjeerd... ...trouwens, voordat we hem afsluiten. Ja! Dus, oh, dus, dus die is zijn, zijn zo fucking goed. Pau Praat Specials... ...zijn er nu. Uh, podcast ja. Specials... ...die kan je gewoon vinden waar je nu zit te luisteren ook. Dit zijn gewoon extra afleveringen. Er zijn er vijf in totaal. Er staan er nu drie live. De laatste is met uh, Jan Meijroos. Daarvoor was met Ed en met Jurjen. En er staat er al eentje live met Wart... ...en met Wouter... En dat is uh, even terugkijken op de afgelopen 30 jaar met verhalen van toen, hoe toen de Power Limited werd, werd gemaakt. En uh, ik hoor ook allemaal dingen voorbij komen die ik ook nog nooit had gehoord. En ik zit er <laughs> ondertussen ook alweer een tijdje bij. Uh, dus dat is uh, pure nostalgie. Helemaal, ja, maar als echt. Je... Ja? Sorry. Zeg maar. Ja, nee, ik vind het echt. Wacht, doet het, Of wacht, Tjir uh, doet dat echt supergoed, man. Ja, Hij is echt ja. geboren daarvoor. Uh, dat is echt, het is zo interessant om naar te luisteren. Stel te goede vragen. En, uh, het gaat echt diep. Een geweldige podcast om te luisteren. Geniet er echt van. Ik luister ja. ze meteen. Ja. Dus uh, doe dat. Er komen er nog twee aan. En misschien nog zo, uh, zelfs een bonus derde. Daar zijn we nu nog mee bezig. Dus hopelijk gaat het lukken. Oh, echt? Wie dan? Ja, dan, dan, ik als heb het lukt, dan is iedereen teleurgesteld, toch? Ah, oké. Ja. Oh, is het? It... Ah. Hmm. Ik heb een idee. Maar ik ga het niet zeggen. Ja. ja, daarom. Daar zijn we nog mee bezig. Okay. Uh, goed. Nou, later. Doei. Doei.